voorzitter, ik wil beginnen namens de Partij voor de Dieren met woorden van waardering. En die zijn voor de ChristenUnie. Want ik vind dat mevrouw Bikker en mevrouw Schouten en de heer Van Ooyen hebben het fantastisch gedaan. Ze bleven staan voor wat voor ons allemaal vanzelfsprekend zou moeten zijn. Fundamentele rechten van kwetsbare mensen die vluchten uit oorlogsgebied. En dat ze zich niet hebben laten intimideren door de powerplay van de VVD. Echt chapeau. Ik voelde me geïnspireerd en ik voelde weer hoop. Het kan dus wel degelijk anders. Dank jullie wel daarvoor. Voorzitter, en dan heeft de minister-president zijn vertrek aangekondigd. En iedereen heeft vandaag anekdotes. Want ik weet dat zeker mevrouw de koning van de NRC altijd op zoek was naar de dynamiek rondom Rutte. Dus ik heb ook iets wat ik daarover kan zeggen. En dat is dat Mark Rutte een keer tegen mij zei, ja, als je dan naar het spreekgestoelte loopt, dan ben je altijd heel aardig, zeg je even gedag en zo. Dan ben je snoeihard en dan loop je terug en dan ben je weer aardig. Nou, over jou? Over mij, ja. Precies, voorzitter. En ik denk dat het goed is dat we dat ook met elkaar vasthouden en dat kritiek waar die nodig is, ook als die hard is, ook als die snoeihard is, dat is onze rol. En op de persoon kan je altijd gewoon nog even een grapje maken. Veel waardering voor al die uren die Mark Rutte heeft gewerkt. Ik zou het hem niet nadoen. Hard gewerkt, amabele man. Je kan even met hem lachen. Dus daarover geen kwaad woord. Maar is er als premier? Ja, hallo. Daar is de Partij voor de Dieren natuurlijk kritisch op geweest. En dat zou iedereen moeten zijn. Want voor een minister-president geldt dat je de wetten van ons bestel, ons kwetsbare bestel, gewoon wel moet respecteren. En dat betekent dat je geen leugens vertelt aan de Kamer. Dat betekent dat je mensen die de overheid zwaar in problemen heeft gebracht, met het toeslagenschandaal, dat je daar alles aan doet om die mensen te helpen. En niet nog verder probeert een doofpot toe te dekken, wat daar gewoon is gebeurd. Dat betekent dat in onze democratische rechtsstaat, als mensen zijn vermalen voor de winsten van Exxon en Shell in Groningen, en er komt een heel kritisch rapport van een parlementaire enquêtecommissie, dat je daarom aftreedt. Zo moet het gaan. En als je dat niet doet, dan is het aan ons allemaal hier in de Tweede Kamer om het kabinet daar heel kritisch op aan te spreken. En dat heeft niks te maken met de waardering voor de persoon die de minister-president is. Voorzitter, dus zo beoordelen wij de val van het kabinet. Het was onvermijdelijk en dit kabinet had al nooit moeten aantreden, omdat aan die basisvoorwaarden voor het premierschap de heer Rutte niet voldeed. En ons vertrouwen was al lang verdwenen dat dat zou veranderen. Maar ik kijk ook nadrukkelijk naar de VVD-fractie, want het gaat niet alleen maar om de premier. De VVD heeft vandaag opnieuw geprobeerd ons allemaal wijs te maken dat ze er alles aan wilden doen om grip te krijgen op migratie. Het is gewoon niet waar, want als je daar alles aan wil doen, dan erken je ten eerste je eigen rol in dat er nu problemen zijn met een tekort aan woningen. Ja, wie had er ook alweer bezuinigd op de sociale woningbouw? Wie heeft dat in de uitverkoop gezet? Wie houdt het oplossen van de wooncrisis tegen jarenlang door altijd maar de veehouderij ruim baan te geven, waardoor we nu ook een stikstof- en een natuurcrisis hebben? Dat moet je eerst erkennen. En vervolgens moet je ook erkennen dat het grootste aantal migranten naar Nederland wordt gehaald om het vuile werk op te knappen en onder erbarmelijke omstandigheden hier te leven, gewoon voor de BV Nederland. Ja, dan doe je er niet alles aan om grip te krijgen op migratie. En dan gebruik je kwetsbare kinderen in een oorlogssituatie voor je eigen politieke doelen. Dat het in de campagne straks over migratie gaat, dat de VVD daar weer een stoer verhaal op heeft, wij laten dat niet gebeuren. En iedereen heeft in de gaten dat dit een verhaal is van niks. Want kwetsbare mensen, voorzitter, zijn nooit het probleem. Kwetsbare waarden horen het uitgangspunt te zijn van onze politieke keuzes. Als je dat niet doet en je zorgt niet goed voor mensenrechten, voor de rechten van dieren, voor de natuur, voor het klimaat, dan worden we tot een samenleving die de problemen niet meer opgelost krijgt. In moreel opzicht niet, voor onze toekomst niet, en hoe we met elkaar om willen gaan niet. Voorzitter, die toekomst die is gediend bij juist het beschermen van alle kwetsbare belangen en ze niet gebruiken, zoals de VVD weer heel lelijk heeft gedaan,
in plat, cynisch, politiek opportunisme om de volgende verkiezingen te winnen. Dank u wel.